Eva vraagt zich af, wilt u meer of minder 1 april grappen? Geen zin. Meer of minder? Goeiedag, moeten er meer of minder 1 april grappen komen? Meer, want over het algemeen zijn we een stuk serieuzer geworden. En ik vind dat niet alleen op 1 april, maar ook op andere datums gewoon het hele jaar door meer grappen uitgehaald mogen worden. Met je collega's of wat dan ook. En dat er meer gelachen wordt. Minder. Waarom? Omdat ik geen zin in heb. Meer. Oké, waarom? Het is gewoon leuk. Maar wel leuker. Ja, wel leuker. Wat heeft u in gedacht? Ja, dat ga ik nog niet vertellen, want het is nog geen 1 april. Heeft u zelf 1 meegemaakt? Ja, maar we hebben er eentje gedaan met een manager en die is erg leuk uitgepakt. Ja, vertel eens. We hebben hem genomineerd voor een prijs die niet bestond en daar was hij erg blij mee, totdat het bleek dat hij dus niet bestond. Jeukpoeder in mijn broertjes onderbroek gedaan. En jij? Nee, ik had mijn broertje onder de douche gezet eigenlijk. Toen hij sliep. Al slapend onder de douche gezet? Ja. Gewoon, dat is toch leuk? Dat is grappig. Wat is de leukste 1 april grap die je zelf hebt uitgehaald? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik ben er zelf niet zo goed in. Maar ik vind het wel leuk als het gebeurt. Wat is de leukste 1 april grap die je kent? Nou, eigenlijk wat ik wel leuker vind als mensen naar school gaan en dan zeg maar net een arm in verband hebben gedaan van dat hij een arm gebroken heeft. Maar eigenlijk is het nog grappiger als het niet gebeurt op 1 april, want dan hebben mensen het niet door. Hadden we een conducteur die kwam koffie halen. Toen had ik een beker koffie gevuld met koffiebonen en water. En een deksel erop gedaan. En ik wou nog zeggen, het is 1 april, er zit geen koffie in. Maar hij had haast. En toen was hij vertrokken in de trein met een beker met koffiebonen. Een brandstichter in iemands voortuin of zo, weet je, dat gaat wel. Dat is geen 1 april grap? Nou, dus ik, er zijn mensen die het wel doen en denken dat het een grap is, weet je wel. Maar het is niet goed. Wat is jouw 1 april grap? Ik heb nog geen idee. Doe ik nooit 1 uitgehaald? Nou, kan je niet voorstellen. Alleen ja, een vuilniszak vol met hondenpoep en dan een fik steken voor een deur. En dan die mensen uit laten trappen en ze de hele been onder de scheid. Ja, oh ja, mevrouw, die is op 1 april jarig. Oh, dan gaan we even kijken. Ja, ga even kijken. Dan kijk maar naar mevrouw. U bent op 1 april, u bent eigenlijk gewoon, op 1 april is altijd, worden er veel grappen met u uitgehaald? Vroeger wel, als kind zijnde. Wat gebeurde er dan? Ja, dan zaten ze te plagen natuurlijk en dan geloofden ze het niet dat je jarig was. Ja, dat is wel. Dus ja, het blijft wel een bijzonder voor dat u. Dat is niet zo leuk. Dat vond je als kind niet leuk. Nee, maar nu niet meer. Nee, niet dat u op 1 april denkt, kan ik nou niet eens een keer op 2 april jarig zijn? Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Nee. Maak geen grap toch? Nee, ik maak geen grap. Echt niet. Vroeger wel. Kunt u nog 1 herinneren? Nou, we hebben wel eens wat kabouters versleept en zo. Ja. Ik vind het wel gezellig, 1 april. Ja. Maar ik verlies mijn bril niet. Ik verlies niet mijn bril. Dat is Alfa. Ik hou hem bij de hand. Thuis in je eigen streek. Dit is Eva.